room. Nou, wie vindt het verder wel? Zeg, wat zijn dat voor flauwe grappen? Helemaal niks flauws al. Ik heb die bus nou lang genoeg gereden, voor tijd dat iemand anders het stuur overneemt. Wil je er misschien een pet bij? Ik ga toch niet in mijn eigen bus rijden? U wilde toch met die bus? Anders staat u hier niet te wachten. Als u met die bus wil rijden, moet u met die bus rijden. U bent de aangewezen figuur ervoor. Wat een onzin. Kijk. Ik ben langs een hoop mensen gereden die stonden niet te wachten op de bus. Dus die vallen af. Dan waren er ook andere mensen die stonden te wachten op een andere bus. Die vallen dus ook af. U staat te wachten op deze bus. Veel geluk ermee. Maar ik weet de hele route niet. Ik weet niet eens waar ik heen moet. Ik heb nog nooit in een bus gereden. Ga je nog of niet? Filobus. Ja. Dat is een bus voor de filosofie. En dit keer moeten we een filosoof zien te vinden. Dat staat op het bestemmingsbord. Ik lijk wel gek, waarom doe ik dit eigenlijk? Omdat u nieuwsgierig bent. Dat zag de chauffeur wel, dat u een nieuwsgierig mens bent. Die hebben we nodig voor de filosofie. De chauffeur zelf was al een tijdje niet nieuwsgierig meer. En als je niet nieuwsgierig bent, dan heb je geen vragen meer. Ik heb al mijn vragen nog. Ja, maar sommige mensen raken hun vragen kwijt. We moeten een filosoof zien te vinden. We vinden er eens een filosoof op klaarlichte dag. Die moet je met een kaarslichtje zoeken. Halt! Marten heeft gelijk. U heet toch Marten? Hoe weet u dat dan? Dat staat op het bordje. De chauffeur heet Marten. Kijk maar. We moeten eerst weten wat we zoeken. Ja, een filosoof. Maar hoe ziet een filosoof eruit? En kun je aan de buitenkant van iemand zien wat hij aan de binnenkant is? Bij sommige mensen kun je dat prima. Zo zag ik meteen dat u een kletsmajoor bent. Dat zag ik van kilometers afstand. Oh, en u bent zeker zo dik zodat iedereen kan zien hoe rijk u bent. Hoe rijker de mens, hoe dikker de buik. Ik ben niet rijk, integendeel. Oh, maar u bent wel dik. En dan wordt u ongelukkig van. En daar gaat u veel van eten. En dan wordt u weer dikker en dan wordt u weer ongelukkiger en dan moet u nog meer taart eten. Oh, we lijken deze bus wel. We rijden in cirkeltjes rond. Goed, dus, we zoeken een filosoof. Ja, maar waar vind je die in vredesnaam? Nou, niet op een plek waar nauwelijks mensen zijn. Wat zien jullie? Ik zie een dame die heel deftig is. Ik zie een man die veel te veel leest. Dat zou een filosoof kunnen zijn. Nee, hij leest er alleen maar over. Ik zie een verliefde jongen. Ik hou niet van het in hokjes delen van mensen. Van het een komt het ander. Voor je het weet deel je in de goede en de slechte mensen. Ja, maar we delen toch de hele dag in? Altijd. Ik bedoel, als je al weet hoe laat het is, dan vraag je als een iemand met een horloge. Dus deel je in, mensen met horloge, mensen zonder horloge. Ja, zwarte en witte mensen dan? Daar heb ik geen bezwaar tegen. Je mag best zeggen dat iemand zwart is.
Wat er daarna gebeurt, dat is soms kwalijk. Maar je hebt nu eenmaal zwarte mensen. Witte mensen, korte mensen, lange mensen. Domme mensen, slimme mensen. We pakken het helemaal verkeerd aan. We moeten onderzoeken. We zijn alleen maar aan het kijken. We denken dat we het zelf al weten. Alsof we al weten wat we zoeken. We moeten eerst vragen voordat we weten. Er is eerst een vraag en dan een antwoord. Dit is een soort speurtocht, denk ik. Kijk, nou komen we ergens. Wat het al detective willen worden? Oh ja, leuk, een ondervraging. Wat een dol avontuur. Ik hoop dat we de boef vangen. De filosoof bedoel ik. Waarom doe je dat nou? Wacht maar af. Een filosoof is iemand die goed over de dingen nadenkt. Dus die eigenlijk niet meedoet aan trends, maar zo zijn eigen wereld creëert. Daar goed over nadenkt. Maar het is ook heel moeilijk om uit te leggen wat een filosoof precies is. Want iedereen heeft zo zijn eigen filosofie. En dat heeft ook heel erg te maken met de tijd waarin je leeft, denk ik. Bent u er eentje? Ja, ik ben best wel een beetje filosofisch ingesteld, want ik schrijf heel veel teksten. Dus ik moet heel scherp zijn op wat er gebeurt om me heen. En dat gebruik ik ook in mijn teksten. Maar ik denk dat elke kunstenaar een beetje filosoof is. Dus ik ook. Wat is volgens u een filosoof? Volgens mij is een filosoof iemand die er zijn beroep of zijn levenswerk van gemaakt heeft om na te denken over twee hele belangrijke vragen in het leven. De eerste vraag is, waartoe zijn wij hier op aarde? De tweede vraag, wat is dan de zin van het leven? Ja, volgens mij is dat een filosoof. En bent u een filosoof? Nee, want ik denk wel eens na over waarom ik hier op aarde ben of wat de zin van het leven is. Maar ik denk daar eigenlijk zo weinig over na dat je mij geen filosoof mag noemen. Nee. Ik heb ze even gesorteerd. En wat saai. Vond ze veel leuker door elkaar heen. Orde. Orde moet er zijn, mevrouw. Ik vind het ook wel erg saai hoor, meneer Venetiaan. We zijn al de hele dag bezig met het indelen en sorteren van mensen. Dan kan de bus toch geen rotzootje zijn. Sorteren, waar heeft u het over? Bij elkaar zoeken van mensen en ze dan indelen. Ja, maar wij laten ze toch gewoon door elkaar heen lopen? Ik denk wel dat je mag indelen en sorteren, maar om ze nou meteen de groepjes bij elkaar te gooien. Ja, en als ze allemaal hetzelfde zijn, dan zie je die verschillen niet meer. En hoef je ze ook niet meer in te delen. Nee, toen nou meneer Venetiaan, niet zo somber. Het is juist goed dat hij dat gedaan heeft. Dan weten we in ieder geval dat het niet zo moet. Zullen we nou met z'n allen eventjes die ballonnen door elkaar kar gooien, zijn we zo klaar. Het is een trap op de ziel, maar... Allee. Filosoof. Waar? Hier natuurlijk. Ja, welke kamer? Welke kamer? Wat bedoel je, mens? Het is hier hotel, de filosoof. Ja, maar u moet er ook een filosoof hebben. Een echte eentje die doordenkt. Er slapen hier alleen maar filosofen. Dus ook de filosoof. Ach, eindelijk. Ik begon de moed al op te geven. Maar nu slapen ze en ik ga ze echt niet wakker maken. Want ze liggen heerlijk uit te rusten van een hele dag met diepe gedachten. Hebben ze alleen maar diepe gedachten? Natuurlijk niet. Meestal is modder. Maar heel soms zit er een diamantje bij. Morgenochtend bent u de eerste. Ja, maar... U kunt hier blijven slapen als u wilt. Wel te rusten. Ik kan de bus wel laten staan, hè. Ja.
er al vandoor. Hij is niet eens ontbeten. En ze zou ons wakker maken. Wat is dit voor hotel? Ja, er zit een filosofie achter. Gasten komen voor een rust. Op deze manier is de filosoof met rust gelaten. En wij ook, zei ze. Maar er zit wat in. We moeten erachteraan. Wat een gehaast opeens. Toch niet waar die naartoe is? Met al het inrichtingsverkeer in deze stad kan hij maar één route hebben genomen. Voorwaarts. Dit hier is een filobus. Filosofie. Een detective onderzoekt anders dan een filosoof. Hoe dan anders? Een speurneus heeft een lijk en zoekt een dader. En daarmee is het klaar. Daar heeft hij geen vragen meer. Wij hebben geen lijk en geen dader. Dat gaat niet! Gewoon te snel af. Boeven worden toch altijd gepakt? In films ja, maar niet in het echt. Dit is ook geen boef, dit is een filosoof. Zo! Uitgeput. Oké, dan zeg je. Een filosoof onvindbaar. Hebben jullie wel goed gezocht? Goed gezocht. Waar de detectives waren. We hebben een profiel opgesteld. We hebben mensen ondervraagd. Maar de filosoof, wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Kom op, meneer de chauffeur. Je hebt jarenlang de filobus gereden. Ja, maar bedoelt u het soort? Zoals je zegt, ik zoek een hond. Of zoekt u een bepaalde hond? Een bepaald ras? Of juist die ene hond, die ene bello? Of zomaar honden in het algemeen? Filosofen zijn geen honden. Wij weten wat we zoeken. Vragen gesteld, nagedacht, hoe sorteer je mensen? Onderzoek gedaan, mensen ondervraagd. Gefilosofeerd met elkaar. Aha. Aha wat? Ik ga het toch niet vertellen dat u hem gevonden heeft? Ik heb er 2 dagen in het zweet gewerkt. Jullie hebben gefilosofeerd. Wat doen filosofen? Die filosoferen. Dus? Dus wat? Bedoelt u te zeggen, meneer de chauffeur, dat... Meneer de ex-chauffeur nog altijd. Dat wij... Nee, toch? Jawel. Ik geloof dat jullie je filosoof hebben gevonden. Gefeliciteerd. Ik heb geloof ik nog wel een kleine versnapering in de bus. Meneer de chauffeur, u zou mij een plezier doen als u... Wacht even, ik wil nog even wat tegen Marten zeggen. Meneer de ex-chauffeur. Bevalt me wel die pet. Nou, dan krijg je de rest van de outfit er ook bij. Zo. Succes.